Hoi, leuk dat je kijkt in deze video. Welkom bij Koos Make-up Loos boodschappen shoplog. Ik kon mezelf niet motiveren vanochtend om make-up te doen, dus we doen het hiermee. Het is namelijk vandaag zondag, ik heb uitgeslapen. Er staat niet heel veel spannends op de planning, behalve wasjes draaien en de boodschappen opruimen. Die zijn net binnengekomen van die Jumbo. En vanavond komt weer van de Crisp, want dat is ontzettend goed bevallen vorige week. Groente en fruit waren super lang vers. Het was echt super lekker. Scheelde in de prijs. I love it. Dus ik ben benieuwd hoe dat vanavond gaat. Of ze ook weer lekker op tijd zijn. En dat alle spullen er weer zo goed uitzien. Ik heb dus bij de Jumbo eigenlijk een klein assortiment. Het was 63 euro nog wat. Eigenlijk vooral datgene wat of goedkoper is bij de Jumbo. Of niet op voorraad. Of makkelijk te verkrijgen is via Crisp. Dus dat. Ik heb een aantal dingen ook gratis gekregen. Dus alles zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de Jumbo. Echt, het valt zo mee als je dit zo ziet. Ik denk, oh, bijna niks. En toch is het 63 euro. We hebben een keertje weer tomatenblokjes nodig. Ik volg nog steeds het Search Food dieet. Ik volg het niet meer helemaal zoals het op de planning staat. Soms haal ik een maaltijd weg, zodat ik wat lager in calorieën blijf zitten. Soms dan snack ik wat meer. Maar wel, ik probeer wel wat meer van die producten te blijven eten. Een van de producten die je dan veel eet zijn tomaten. Dus recept met tomatenblokjes hebben we. Halfvolle melk en boekweitmeel. Volgens mij ga ik ook boekweitpannenkoekjes maken. Boekweit is een van die dingen die we ontzettend veel toepassen nu. Dus boekweit noedels, boekweit pasta, boekweit vlokken, boekweit gepopte boekweit voor mijn muesli's en zo. Het is ook echt wel lekker. Het is gewoon een soort van andere versie van meel. Maar dan is het geen meel, dus. Of tarwe moet ik zeggen. Het is een graansoort, maar dan ook weer niet. Het is een nep graansoort, heb ik me laten vertellen. We eten een keertje speklapjes. Ik zelf eet die dan niet. Ik eet hem wat anders. Maar deze week gaan de kinderen ook 3 keer koken. Dit is vorige week allemaal goed gegaan. En nu we een extra kind van de week hebben, die wilde ook koken. Dus er zijn er nu 3. Die dan mogen bepalen wat we gaan eten. En ik kijk dan even of dat in het search food plan past. Of dat ik het iets anders voor mezelf maak. Logan koos voor speklapjes. Ik denk met de broccoli en de aardappelpakketjes. Maar dat weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd. Fleur heeft sowieso wel gekozen voor broodje hamburger. En dan zijn we nog maar met z'n 3 die dag. Dus ik heb maar 4 hamburgers gedaan. Ik heb er op een of andere manier wel hamburgerbroodjes bij gekocht. Geen idee waarom. Want die heb ik nog steeds in de vriezer liggen. Maar die kunnen we ook gebruiken. We eten een keertje fajita's. Dat is wel van Search Food. Dus daar heb ik voor gehoorde tortillas voor nodig. Verse slagroom is denk ik ook voor bij de pannenkoeken die ik ga maken. Dat wordt trouwens gewoon een soort van ochtendlunchreceptje voor mijzelf. De Hands of My Dark Chocolate. Dit is een van de snackjes die je heel veel mag. En deze waren nu 1+1 gratis bij de Jumbo. En dit vind ik super lekker, dus ik heb even ingeslagen. Kappertjes heb ik voor alles nog nodig. Ik weet niet wat dit is. Volgens mij heb ik dit er gratis bij gekregen. Maar dit is dus de Chicken Tonight. Nee, de Easy Veggie Tonight. Chili sin carne. I don't know. Maar we hebben het. Sweet barbecue popworks. Proteïne heb ik gekregen. Dit is een soort van de popped snack with real crunch met proteïne. High in protein, never fried, gluten free en vegan. Dit heeft 119 calorieën voor een halve zak. Nou, kunnen we dus proberen. Hamburgerbroodjes dus. Ik weet niet waarom ik die besteld heb, maar dat heb ik blijkbaar gedaan. Soja yoghurt, want die is helemaal op nu. Ik heb er maar eentje, maar ik dus ook 's ochtends wel eens gewoon alleen die muesli eten. Dan gebruik je maar heel weinig van dit. En omdat ik soms ook gewoon die smoothies en zo doe. We hebben walnoten, dat is ook een van de sirtuine gevulde snacks die ik soms wel maar een handje of zo van nodig heb. Limoensap. Dadels is ook zo'n soort snack dat je tussendoor wel eens kan doen. Wat ook heel veel in de recepten zit. Dus in de Search Food muesli, in de smoothies, bij je yoghurtje, in je salade. Heel veel van dit. Ook gaat ook voor de walnoten, gaat ook voor de chocola, gaat ook voor tomaatjes en kappertjes. Avocado is ook zo'n soort product. Dus ik heb ook ervoor even ingeslagen. Broccoli gaat dus voor een avondreceptje zijn. Hummus. Ik ga denk ik weer gevulde pita broodjes eten.
Dat is dan ook gemaakt van volkoren, meel. Die heb ik in de vriezer liggen. Daar heb ik toen vorige week bij de Crispat van gekocht. Ik geloof voor vanavond niet. Dan doe je een beetje hummus. En dan kan je er avocado, kappertjes, rucola sla, tomatenblokjes, dat soort dingen allemaal in doen. Voor de gewone boterham hebben we salami en boterhamborst. Inderdaad, de 2 voor 4. Volgens mij waren ze vroeger 3,50 of 3 euro zelfs. In ieder geval, het is omhoog gegaan. Caesar salade voor naast de broodjes hamburger. Ik heb ook aardbeien gekocht, want dat zit bij je third food muesli. Dus kan ik een paar zo gebruiken. En de rest zit in de diepvries. Dus dan heb ik aan het begin van de week wat versere. En aan het einde van de week kan ik het eventueel met diepvries doen. Ik heb van die cheddar blokjes. Ik kan in je pita broodje, kan in een circuline salade. Dus ook zo'n product dat daar veel in voorkomt. Deze kreeg ik er weer gratis bij. Plantaardige shawarma. Ik denk dat het er is om weer. Dat ze weten, want dat koop jij. Jij koopt heel vaak vleesvervangers. Dus dat doen we er dan nu bij in de hoop dat je dat dan weer bestelt ofzo. Want dit zijn natuurlijk wel weer andere producten als normaal. En weer 4 keer suppleer, want dat gaat nu niet meer zo hard. Ik moet zeggen, het bevalt echt goed om het circuline dieet te blijven volgen. Ondanks dat ik niet heel erg veel afval nu. Wel langzaam. En als ik gewoon weer even goed op zou letten, zou het wel hartstikke goed gaan. Maar ik voel me er goed onder. En het zijn producten waar ik eigenlijk best wel makkelijk aan ben gewend geraakt. En het zijn producten waar je makkelijk aan wenst. Zoals walnoten, dadels, chocola, tomaten, rucola, dat soort dingen. Je zal vanavond ook zien dat ik een aantal dingen weer bij de Christa voor heb besteld. En het is dat ik dan niet het gevoel heb dat ik echt op dieet ben, terwijl ik het eigenlijk wel ben. Dus het gaat dan ook wel heel langzaam en heel gestaag. Dus dat vind ik fijn. Dus ik zal vanavond laten zien wat we dan bij de Crisp hebben besteld. Ondertussen is het 8:30 en is de Crisp ook weer geleverd. Het was dit keer iets meer, omdat ik vorige week natuurlijk had gezien dat het zo decent stuff was. Dus bear with me. Het was bijna 90 euro. Dus het merendeel van mijn boodschappen deze week kwam van de Crisp. Maar wat ik zei, het was echt gewoon goede kwaliteit. Vers. Goedkoper. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb alles weer netjes uitgestald. Ik heb hulp gekregen. Ja. Nee, toch niet. Geen hulp meer. Ja, ik snap het. We hebben een pak soi. Ik heb er 4 gedaan, omdat dit een soort van vervanging gaat zijn van de boerenkool. Een ander stapje deze week. Ik heb paprikaatjes, komkommer. Kippendijfilet. In plaats van dat ik dat bij de Jumbo besteld, heb ik dat dan nu zo besteld. Ziet er echt wel super goed uit. Daar ben ik blij om. Tamari saus, waterkers, korianderzaad en framboosjes. We hebben weer roodlof, witlof, druiven, peren denk ik. Ja, appels, broccoli. Had ik ook al niet bij de Jumbo broccoli besteld. Ik weet het niet meer. Citroen. Dat is dan het nadeel op het moment dat je het van 2 verschillende doet. Dat je het dan misschien dubbel hebt. Maar goed. Zalmsnippers weer. Bleekselderij. Ontbijtspek. Jong belegen kaas. Jullie dachten toch zeker niet dat ik de kaas voor Pascal was vergeten. Tomaatjes. Garnalen. Ricola sla. Kokosolie. Gember. Boekweit. Bananen. Eieren. En ik zag ze ook deze boekweit crackers hadden. Dus die gaan we dan ook gewoon proberen. Als een soort van tussendoortje. Want boekweit zo gezond schijnt te zijn. Als je het heel snel allemaal opneemt, ben je er zo doorheen. En is het alsnog 90 euro. Maar het ziet er dus allemaal wel goed uit. En dan kijk hoe goed dit eruit ziet. Ik ben wel blij mee. Echt groene broccoli. Lekker. Ik krijg gelijk zin om weer wat te eten. Het enige nadeel is dat ze pas eind van de middag of in de avond bezorgen. En dat je dus best wel lang erop moet wachten. Zeker als je het op zondag wil hebben. Ik vind 8:30 best wel laat om nog boodschappen te moeten opruimen. En alles klaar te kunnen zetten voor morgen. Maar aan de andere kant werkt dat wel het beste om door de week. Ja, als ze dan tussen 6 en 9 komen en ik moet nog naar de voetbal of wat dan ook, dan wordt het ook chaos. Dus tot nu toe werkt dat voor mij wel. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat was, is je dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!